Groet mensen, ik ben Sam en ik speel vandaag Game Dev Tycoon. Jongens, ik ga meteen beginnen en ik ga met ondertussen uitleggen wat het nou precies is. Game Dev Tycoon is een soort van simulator, kan je het eigenlijk wel zien. Je gaat gewoon je eigen game maken, that's it. Je begint gewoon in je garage, je gaat een game maken, je gaat succesvol worden. En uiteindelijk gaan we een miljoenen bedrijf beginnen. Dus dat is eigenlijk wat het is. We gaan gewoon beginnen. Company name. Nou, gewoon natuurlijk Project Minecraftia. En mijn naam is Midnan. We zijn natuurlijk een dame. Nee, we zijn een jongen. En we kunnen haarkleur kiezen. Alleen. We gaan een ginger zijn. We gaan een ginger zijn in een heel lichtblauw pakje. Wat dacht je daarvan? Continue. Oké, en nu? Wat nu? Je gaat natuurlijk je eerste game maken. Dus je kan overal klikken waar je wilt. En er staat create new game. Voordat we gaan beginnen, jongens. Voor de mensen die dit spel al kennen. Ik heb een aantal mods toegevoegd. Waardoor het spel groter wordt. Uitgebreider. Je hebt veel meer keuze tussen dingen. Dus de mensen die het kennen. There you go. Ik heb heel veel mods. En ik heb deze mods toegevoegd. Wij gaan beginnen. Develop new game. Dus dit is de tutorial. Nou, bla 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 bla. Dat begrijpen we allemaal wel. Ik heb het spel al eerder gespeeld en ik weet al hoe het spel gaat, om zo te zeggen. We mogen ons eerste game kiezen. En wat zullen we doen? Game 1. We noemen hem de Alma. Ik wil eigenlijk de almachtige Sam doen, maar de Alma is ook wel goed. De Alma. Met wel een hoofdletter A. Nee, je komt er allemaal. Ik weet niet waarom. Pick topic. Fashion. Prison hebben we al. School hebben we. Space. Oh, we gaan space kiezen. Een soort genre. Ik denk avontuur. Past hier wel. Of een beetje actie. Space actie. Of we kunnen een simulatie doen. Een space simulatie. Dat is wel heel erg vet. Een platform. Wij beginnen op de computer. Want dat is logisch. Je hebt ook de G64. En de PC. Maar ik ga voor de PC. Oké, we gaan beginnen. Dus, we kunnen een text-based game maken. Dat is dus typend. Dat is alleen maar dat je tekst ziet, om zo te zeggen. Of we kunnen 2D graphics. Een simulatie is denk ik misschien wel leuk om een text-based te doen. Dan kan je een beetje typen en uitleggen hoe het gaat via text-based. 2D graphic is denk ik heel erg naar daarin. Dus wij gaan gewoon text-based doen. Heel erg saai nog in het begin. Maar we gaan de Alma Space Simulation gaan we beginnen. Oké, dus de tutorial, bla 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 bla. Het is 3 stages. Oké, dus hij begint nu met het design te maken zoals je ziet boven. En de technology, dat moet er natuurlijk ook bij. Yes, yes, yes. Oké, dus dit is het belangrijkste. We kunnen kiezen tussen engine, gameplay en story en quest. De story met een simulatie game is echt heel erg... Dat heb je niet eens nodig. De engine en de gameplay gaat het eigenlijk heel erg om. Je kan alles natuurlijk omhoog doen. Alleen het gaat hier om de time allocation. Daar gaat het om. De preview. Hier staat het eronder. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Jullie moeten het wel zien. Want dan zal het heel raar zijn. Daar gaat het om. Als ik alles omlaag doe, is precies alles hetzelfde. Dus je kan niet alles omhoog doen. Dat heeft geen zin. Maar ik ga zoveel mogelijk om de engine en gameplay. Want met een simulatie game heb je niet echt veel story nodig. Dus dat is wat we gaan doen. Oké, dus de game is nu echt begonnen met het maken. Zoals er al staat, de game development had nou started. Dus laten we maar beginnen. Ja. While developing, your game will generate a game points. Dus dat zijn die dingetjes hierboven. De design en de technology. Dus hoe het eruit ziet en hoe het spel loopt. Nou, dat is allemaal heel logisch. Yes, yes, yes. We begrijpen de tutorial. Uiteindelijk kan het dan natuurlijk ook bugs creëren hier zo. Ik heb het spel trouwens iets sneller laten lopen. Dat het, anders zie je al die bobbeltjes zo heen en weer gaan, is niet nodig. Dus, dit is wel belangrijk. De dialogues. Dus dat is eigenlijk als jij de game zit te spelen en ineens kom je iemand tegen en die gaat tegen je praten. Dat is een dialogue. De level design. Nou, dat zegt het eigenlijk al hoe het level eruit ziet. En de AI of Artificial Intelligence. AI is de computer waar tegen je speelt. Als jij Call of Duty speelt tegen computers, dat is de AI. Dat is dus hoe slim ze zijn, hoe goed je die ontwikkelt. De AI kan nog best wel heel hoog. De dialogue heb je niet nodig met een simulatie game, want dat is, je gaat niet praten met elkaar, je gaat een space simulation doen. Dus die doen we ietsje omhoog.
En de level design, ja, dat heb je eigenlijk ook niet echt nodig in een space. Ook al zal het wel vet zijn. Maar het gaat vooral om de AI, denk ik. Hoe het, hoe alles werkt. Dus dit gooien we zo omhoog. Let's go! En dan gaat hij even aan zijn hoofd krabben. Want ja, dat is blijkbaar nodig. During the development, you can also select additional features of your game. Dus je kan je bijvoorbeeld sounds toevoegen. Dat laat ik zo wel zien, die tutorial. Ik vertel alles wel. Kijk, hier rechts zie je een feature. Dus je kan text-based hebben we aangevinkt. Maar je kan ook sound toevoegen. Kan je aanklikken of uitklikken. Ik moest eigenlijk omgekeerd aan of uit. Uit of aan, want ik klikte hem uit. En nu staat hij aan. Dat is 5000, zoals je ziet. 5k. 5000 is dat meer. Maar het is niet zo superveel in het begin. In het begin is het wel veel, maar je hebt het nodig om extra goede game te hebben. Dus sound gaan we iets omhoog doen. Graphics gaan we ook een stuk omhoog doen. En world design iets minder. Dit is wel goed, want je hebt wel wat geluid nodig. Met een simulatiegame is het belangrijk. Graphics is ook best wel belangrijk, maar het is een 2D game. En de world design valt reuze mee. Dus let's go. Stage 3, celebration party. Even kijken, we hebben allemaal bijna de game allemaal gemaakt. Maybe you should give a party to the neighborhood to celebrate it. But it will cost some money, of course. Zullen we dat doen? Zullen we een feestje gaan... we gaan een feestje vieren. Party time. Het is natuurlijk ons eerste game. This party was a massive success. Everyone was really impressed by your work. Kijk, dat is goed. Het is mooi. Ik denk dat we nu ook fans erbij krijgen. Denk ik. Oh, kijk, de hype is hoog. Dat is mooi. Hype. Go. Klik. Developing is a great... Developing a great game is not the only recipe for success. It's essential to build hype to ensure players are excited about your game. Dus het is heel goed om erover te praten dat je een nieuwe game zit te maken. En dat iedereen het wil kopen natuurlijk. Net als dat altijd bij Battlefield en Call of Duty. Iedereen is daar gehyped om dat er een nieuwe game komt. Dat is belangrijk. Zo. Ja, dat komt random hype. Kijk, hoppakee, gaat lekker snel. En, dus nu kunnen we de game finishen. Is niet slim als je meteen gaat finishen. Want je ziet links, de oranje bubbeltje, heb je bugs. En bugs zijn niet handig. Dat wil je niet in je game hebben. Dus dan krijg je ook geen hoge score. Dus die bugs gaan we er even uithalen. 3, 2, 1. En hij is klaar. Dus dan klikken we op finish. En hij gaat erover zitten. En we hebben de game gehaald. En dan krijgen we XP. Zoals je hier ziet, experience. Boep. Dus dan krijg je allemaal XP erbij. Engine, gameplay, story. Daar word je elke keer beter in. De AI hebben wij natuurlijk heel veel in gestopt. Krijgen we heel veel XP van. Super chill. We kunnen hem nog veranderen. Maar ik vind de Alama vind ik op zich wel grappig. Dus release game. Good judgment. Create a game with a good topic and a genre combination. Dat is mooi. Dat is heel erg mooi. Oké, we gaan even kijken wat de mensen er nou natuurlijk van vinden. Dat is wel belangrijk. The first reviews for our newly released game, The Alama, came in. Ik ben heel erg benieuwd. Wat een 7. Oké, van Stargame, een good game. Quirky, but good, informed. Een 8. Very enjoyable van GameHer. En een 8 van Allgame. Love it. Wauw, jongens. Ons eerste game heeft een 7, 6, 8 en 8. Dat is supergoed. Dus nu kunnen we natuurlijk kiezen of we... het willen, ja, het zegt hier al, analyzen. Dus dan kan je zien wat er een beetje mis aan is, wat er beter aan kan worden. En dat willen we natuurlijk ook doen. Generate game report. Oh, dat is 26.000 kost dat. Zo, hé. Ja, dat gaan we niet doen. Project Minecraft hier aan. Newcomer in the game industry has just released their first game. We hebben ons eerste game gereleased. De game... Ja, favorable reviews, dus goede reviews met een goede start. Project Minecraft are sure to gain fans quickly. There you go, bam. Dus hier zie je rechtsboven, we hebben 6000 kopieën verkocht in één dag. Of is dat een week? Dat is één dag. Nee, de first week. Oké, dat is een week. 6059 in de first week. We staan op de 27ste. Wauw, dat is echt ziek. Dat is echt heel goed. Wow. Oké. Nou, dus de tweede week gaat nu binnen. De Alama was zo succesvol that we now have... Oké, we hebben 27 fans. Dat is mooi. Dat is leuk. Dat is altijd leuk.
Kijk, hoppakee, daar gaat het hard hoor. Oh, we think different, Grapple. Oh my god. Today, Grapple, a new hardware manufacturer, has announced a brand new computer called Grapintosh. Dus Grapple, nou, iedereen kent het natuurlijk als Apple, die heeft een nieuwe computer gemaakt, de Grapintosh. De Grapintosh, een advanced operating system called GrapOS. Het is best wel duur, zegt ze hier ook, even though the new platform is a bit expensive. Je kan wel waar krijgen voor je geld. Dus hij komt binnen de kort, komt hij. En dat is best wel heel erg goed. Mijn sales gaan echt heel goed, jongens. Dit is echt supergoed. So, hey, een company sales record. 10.000 sales. Nou, jongens, ons eerste game is een super succes geworden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je hem leuk vond, vergeet dan zeker weer niet op dat blauwe duimpje te klikken. Jongens, Game Dev Tycoon, een nieuwe serie hier op Project Minecraft. Ja. Laat even een reactie achter wat je ervan vindt van deze game. En ook voor een paar game namen. Dat is altijd wel leuk om te weten. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace.